Goedenavond, hier komt episode 2 van Bar en Fine Day. En ik hoop dat het voor u ook net zo leuk is als voor mij. Dit is deel 2, hè, zoals ik had aangekondigd. Oh, deze spelletjes binnen. Even kijken waar. Hier kunnen we nog geen spelletjes neerzetten. Hier heb ik nog niks voor. Wat is repareren? Nou, eens even kijken wat we aan nieuw hebben. Zo. Zo, dan kunnen we hier. Nico, it should work. Ja, moet ik eerst deze hebben. En daar te schep. Dat zou handig zijn om die te hebben. Ja. Beetje ruimte maken, spulletjes pakken. De boel opruimen hier. Zo. Even opruimen. Kamertje even een beetje opruimen. Zo, nou. Even kijken wat hier nog allemaal staat. Nou, hier staat niet veel meer. Dat is mooi. Hier is allemaal wat. Zo. Oké. Okay. Dat is mooi. Nou, dan wordt het tijd voor een ritje te doen. Ja. Ja. En dan gaat het werken. En dan gaan we weer. We hebben een e-mail, dus we gaan gelijk even lezen. Even kijken wat erin staat. Zo. Zo. Nou, het is even wat spelletjes verkopen. Gaan we het winkel open doen. De winkel is nu open. En nu kunnen de klanten komen. Nou, even kijken wanneer de klanten hier zijn. Dat is de eerste. Ja. Hebben we de stoel verkocht. Zo. Een beetje ruimte om gewoon te lopen. Als het goed is moeten we dadelijk
Okay. Ja. Ik zou daar wat anders kunnen bieden, maar dat was in de beta wel wat beter geregeld dan in deze. Hier ook een doorgang. We hebben hier een schep voor nodig. Nou, wat voor dingetjes zijn, dat gaan we later wel uitvinden. Hier hebben we een waschappelspel, dan kunnen we punten verzamelen. Dat gaan we ook later doen. Nou, geen... Winkel is gesloten, is alles verkocht. Oh, alles is verkocht. Oké. Okay. Dan moeten we deze dadelijk upgraden. Want ik zie dat er ook wat spulletjes zijn die vuil zijn. En die moeten dan eerst gecleaned worden voordat ze... in de winkel mogen staan. Dus dan gaan we eerst hierheen. Dan gaan we... Zo. Zijn we onderweg. Nou, even kijken waar we wat spulletjes vandaan kunnen halen. Dit is een veiling, dus we moeten dadelijk een bot uitbrengen. En dan... hopen tot we het hebben. Dus. Ja, kijken of we de opslag kunnen bieden en kunnen krijgen. Hier liggen ook nog allemaal dingetjes te gaan oprapen nog. Sommige dingen leveren nog geld uit, dus voordat we gaan bieden. Eerst wat spulletjes verzamelen. Nou, dan moeten we een bot gaan uitbrengen. Kijken of we het kunnen winnen. Mijn hoogste bot. Kijk hoe we het hebben. Ik heb nog een klein beetje over, maar niet te veel. Zo, we hebben het gewonnen. Dus dat is mooi. Dan staan er allemaal spullen in die we allemaal weg kunnen halen. Gaan we de hele opslag door. Kijken of er nog spulletjes in staan die... die wij hard nodig hebben.
Zo, nu wordt opgehaald van de winkel. Nou, die is ook handig. Die wordt ook gehaald voor de winkel. Zo, en dan als we hier klaar zijn, dan hebben we nog een trap naar beneden. En dat is dan ook weer allemaal spulletjes. Kijk, ik heb nog geen zak, dus ik kan kijken in die laadjes. Maar als ik wat gemist zou hebben, dan zo, dan gaat deze deur open. En dan staat hier een auto. Die gaan we ook mee. Allemaal spullen voor de winkel. Leg voor de rest niks in. Ja, mooi. Nee, er staat hier nog wat. Zo, gaan we hier nog even beneden nog een rondje maken. Ja, dan is alles weg zo. Kijk, en daar staat het motorblok waarvoor ik kwam. Zo, dan hebben we alles gevonden, want we moesten erin liggen. Soms zit er nog wel eens wat meer bij, maar voor mij hebben we hier aardig alles. Ik moet hier alleen een keer naar de scheplijn terug. Dus. En dan gaan we terug naar de winkel, de auto mee. En wat hebben we iets niet gevonden? Twee kleine dingetjes. Maar ja, die liggen ergens begraven. Dus dan heb ik eerst een schep nodig. Dan hebben we eerst centjes verder. Dus. Zo, gaat hij alles. Welkom to Miko Shop. Nou, ik heb de upgrade set later, nog. Partner. Zo, gaan we eerst wat spulletjes verkopen. En dan, als we dat verkocht hebben, dan. Dan kunnen we wat extra dingen doen. Ja, het staat voor 1200, oké. Oh, want ik heb maar 500 voor de. Voor betaald. Dus. En volgens mij kan ik de motor alvast opsturen. Zit hier al wat bij?
hotel ook weer extra centjes voor. Nou. Dus, hoppa. Dan kunnen we... Welcome to Miko Shop. Dat is ook wel. Eerste upgrade mag ook. Great purchase. En een lamp. You can be your customer. No, no returns. Zo, nou, het is weer donker. Gaan we even slapen. En dan wou ik het er even bij houden hier. Dus gaan we eruit. Tot ziens. Zo, dit is deel 2, hè, zoals ik had aangekondigd. Nou, deze spelletjes binnenleggen. Even kijken waar. Hier kunnen we nog geen spelletjes neerzetten. Hier heb ik nog niks voor. Wat is repareren? Nou, eens even kijken wat we nieuw hebben. Zo. Zo, dan kunnen we hier wel. Miko, it should work. Ja, moet ik eerst deze hebben. Een daar te schep. Dat zou wel handig zijn om die te hebben. Beetje ruimte maken, spulletjes pakken. Dan een beetje de boel opruimen hier. Zo. En wat ruimte. Kamertje even een beetje opruimen. Zo, nou. Even kijken wat hier nog allemaal staat. Nou, hier staat niet veel meer. Dat is mooi. Hier is nog wat. Zo. Okay. Dat is mooi. Nou, dan wordt het tijd voor een ritje te doen. Ja. Zo. En dan gaat het werken. En dan gaan we weer. We hebben een e-mail, dus we gaan gelijk even lezen. Even kijken wat erin staat. Zo. Zo. Nou, het is even wat spelletjes verkopen. Gaan we het winkel open doen. De winkel is nu open. En nu kunnen de klanten komen. Nou, even kijken wanneer de klanten hier zijn. Dat is de eerste. Ja. Hebben we de stoel verkocht.
Zo. Een beetje ruimte om gewoon te lopen. Oh yeah. Ja. Zo, dat is de hele handel. Als het goed is moeten we dadelijk... Oké. Voor de krik, voor de krik, krik, krik. Ja. Ik zou eigenlijk wel iets kunnen bieden, maar dat was in de beta wel wat beter geregeld dan in deze. Hier heb ik een doorgang. We hebben hier een schep voor nodig. Wat voor dingetjes zijn, dat gaan we later wel uitvinden. Hier hebben we een waschappelspel, dan kunnen we punten verzamelen. Dat gaan we ook later doen. Nou, geen winkel is gesloten, is alles verkocht. Alles is verkocht. Oké. Dan moeten we deze dadelijk upgraden. Want ik zie dat er ook wat spulletjes zijn die vuil zijn. En die moeten dan eerst gecleaned worden voordat ze. In de winkel mogen staan. Dus dan gaan we eerst hierheen. Dan gaan we. Zo, zijn we onderweg. Nou, even kijken waar we wat spulletjes vandaan kunnen halen. Dit is een veiling, dus we moeten dadelijk een bot uitbrengen. En dan hopen tot we het hebben. Dus. Ja, kijken of we de opslag kunnen bieden en kunnen krijgen. Hier liggen ook nog allemaal dingetjes ter aan het oprapen nog. Sommige dingen leveren nog geld uit, dus voordat we gaan bieden. Nou, hier is er wat spulletjes verzamelen. Ja, wel. Wat hebben we? Nou, we moeten een bot gaan uitbrengen. Kijken of we het kunnen winnen. Mijn hoogste bot.
Kijk hoe we het hebben. Ik heb nog een klein beetje hoger, maar niet te veel. Zo, we hebben het gewonnen. Dus dat is mooi. Dan staan er allemaal spullen in die we allemaal weg kunnen halen. Gaan we even de opslag door. Kijken of er nog spulletjes in staan die... die wij hard nodig hebben. Zo, nu wordt opgehaald van de winkel. Nou, die is ook handig, die wordt ook gehaald voor de winkel. Zo, en dan... als we hier klaar zijn, dan hebben we nog een trap naar beneden. En er staan ook weer allemaal spulletjes. Kijk, ik heb nog geen zak, dus ik kan kijken in die laadjes. Maar als ik wat gemist zou hebben, dan... Zo, dan gaat deze deur open. En dan staat hier een auto. Die gaan we ook mee nemen. Nee. Allemaal spullen voor de winkel. Echt voor de rest niks in. Ja, mooi. Nee, er staat hier nog wat. Zo, dan gaan we hier nog even beneden nog een rondje maken. Alles weg zo. Kijk, en daar staat het motorblok waarvoor ik kwam. Zo, we hebben alles gevonden, want we moesten erin dingen. Soms zit er nog wel eens wat meer bij, maar... voor mij hebben we hier aardig alles... ik moet hier alleen een keer naar de schep heen terug. Dus. En dan gaan we terug naar de winkel, de auto mee. En wat hebben we iets niet gewonnen? Twee kleine dingetjes. Maar ja, die liggen ergens begraven. Dus dan heb ik eerst een schep nodig. Dan hebben we eerst centjes gehad. Dus. Ja, had hij alles. Welkom to Miko Shop. Nou, ik weet het. Later, partner.
Zo, hou je dat spulletjes verkopen. En dan, als we dat verkocht hebben, dan. Dan kunnen we wat extra dingen doen. Ja, het staat voor 1200, oké. Oh, want ik heb maar 500 voor de. Voor betaald. Dus. En voor mij kan ik de motor alvast opsturen. Zit hier al wat bij? Ik heb ook weer extra centjes voor. Nou. Hoppa. Dan kunnen we. Welcome to Miko Shop. Dan kunnen we eerst. Eerste upgrade mag ook. En dan land. You can see your customer. No returns. Zo, nou het is weer donker. Gaan we even slapen. En dan wou ik het even bouwen hier. Dus gaan we eruit. Tot ziens. Zo, dit was deel 2 weer. Dus, subscribe en like en geef een reactie.